vanavond. Eigenlijk ben ik via een van de sprekers hier terechtgekomen, dus voor Nobels. Toen zij het event deelde, dacht ik, ja, dat sluit aan bij mijn wens om naar het buitenland te gaan. Het digital nomadschap, dat triggert me eigenlijk al jaren. En toen ik dit voorbij zag komen, toen had ik eigenlijk zoiets van, hey, hier moet ik naartoe, want LinkedIn gaat er iets over vertellen. De belangrijkste eigenschap van een digital nomad, ik denk zelfverzekerd zijn dat je die stap durft te nemen. Want ik denk dat de beste digital nomads de stap nooit nemen om daadwerkelijk dat te gaan proberen. Er is geen handboek voor om succesvol digital nomad te zijn. Ja, de belangrijkste tip, dat heel veel mensen zeggen, hoe begin je nou? Maar je moet ergens beginnen door het gewoon te doen en te durven. Dat is de belangrijkste stap om digital nomad te worden.